camera's, 20 leerlingen en 1 stagiair. Evelien is klaar voor een oefenles begrijpend lezen. Achteraan observeren de pedagoog en vaklector de les. Zij zorgen straks voor de evaluatie. Ik verwacht dat de kinderen op het einde toch zeker voor meer dan de helft allemaal zo een speciale knoop kunnen leggen. En dat ik minstens 5 tips ga horen voor het veilig oversteken van een rivier. Dus mijn einddoel moet bereikt worden. Goedenavond allemaal. Ik ben juf Evelien. Ik zeg wel juf, maar eigenlijk studeer ik nog voor juf. En naast het studeren voor juf zit ik ook in de Giro. En we gaan dit jaar naar de Ardennen. Wat kan je allemaal doen in de Ardennen? Fietstochten maken. Fietstochten maken, ja, dat is heel leuk. Vlotten maken. Vlotten maken, ja, heel goed. En wat heb je nodig om een vlot te maken? Zeg maar. Hout en tonnen. Ja, hout, tonnen en nog iets, hè, want als ik gewoon hout en tonnen heb... Koord. Koord, ja, heel goed. Maar ik zit daar met een klein probleempje. De jongens zeggen dat onze leden, onze kwiks en onze rakkers, die knopen gaan kunnen maken. Maar ik ben daar niet zeker van en ik zou dat toch zeker willen weten voordat wij vertrekken op kamp. Heeft er iemand een idee hoe ik dat op voorhand zou kunnen testen, zonder dat ik dat met hen doe, want dan weten ze al dat we dat gaan doen. Dat met ons proberen? Ja, inderdaad. Ik denk dat ik dat eens ga doen. Ik ben Evelien Moens, ik ben 20 jaar en ik studeer leerkracht lager onderwijs in Mechelen. Ik wou vroeger altijd de lieve leerkracht zijn die nooit streng of boos moest worden. Maar nu, door veel stage te doen, heb ik al gemerkt dat je sowieso wel een keer een straf moet uitdelen. Voor mij is een kind een volwaardige persoon die ik sowieso op dezelfde hoogte stel. En ik vind ook in kinderen, daar zit zoveel in, dat we dat als leerkracht allemaal daar moeten proberen uit te halen. Mijn lesvoorbereidingen die zijn altijd in orde, allee, of toch het meeste. En ik doe ook altijd mijn lessen thuis eens voor de spiegel of voor mijn vriend. En wij hebben hier ook op school een heen- en weerschriftje dat wij gebruiken. Dus de mentor kan daar iets inschrijven en dat is eigenlijk alleen bedoeld voor haar en voor ons. En op die manier zie je dan wat haar tips zijn en dan hou ik daar ook rekening mee. Als wij op kamp gaan, je hebt het al gezegd, daar zijn veel rivieren in de Ardennen. En op het nieuws heb ik de laatste tijd gezien dat een rivier nogal gevaarlijk kan zijn. Dus ik wil toch aan mijn leden, aan mijn kwiks en aan de rakkers, een beetje tips geven over hoe dat wij veilig een rivier moeten oversteken. Dus ik ga jullie nog een uitdaging geven, want ik wil straks van jullie minstens 5 tips krijgen hoe ik veilig een rivier oversteek. Evelien deelt de klas in 2 groepen. In de ene groep moeten de leerlingen per 2 een platte knoop leren leggen. De andere groep wordt ondertussen expert in het oversteken van een rivier. Samenwerking en begrijpend lezen staan centraal in deze les. En dan krijgen jullie van mij ook nog een kokertje. Dat kokertje is heel belangrijk, want straks gaan jullie per 2 werken. En als je dus een beetje hulp nodig hebt, dan zet je je kokertje met de rode kant naar boven. En dan zie ik dat heel goed en dan kom ik zo snel mogelijk langs. Maar dan kan je wel verder werken, want we gaan een beetje tempo erin steken. Dus je moet goed voortwerken, hè, want anders gaat het niet lukken. Je moet natuurlijk straks gaan we mengen. En dan moet een knoopje haar knoop uitleggen aan een riviertje. Maar zonder blad. Wat moeten de riviertjes doen? Die hebben hier een tekst gekregen met allemaal tips in. En die zoeken eerst met hun 2 allemaal tips op. En dan gaan die tips ook onthouden. Want je moet die daarna ook zonder blad aan een knoopje kunnen leren. Goed? Ik zal eens komen. Maar dat deze snap ik. Ja, dat is inderdaad niet zo makkelijk. Hè? Evelien helpt tijdens de opdracht die leerlingen die een rood kokertje zetten. Maar de leerlingen die de touwknopen moeten leren, krijgen meer aandacht van de juf dan de anderen. En dan zie je, dit touwtje gaat erachter. Zo, terug erin en erachter. Waarom heb ik dat weer te veel? En trekken. Ja, trek maar. Ja, ik heb hem. Ja, je hebt hem. Jij ook? Ja, ik stop hem. Nee, jij moet eens aan hem vragen. Misschien kan hij een beetje sneller. En dan kijk je aan de achterkant van het briefje dat je in het begin hebt gekregen. Daar staat een lettertje op.
En dan mag je je nu zetten op de bank waar dat die letter ligt. Dus ik heb net letters op de bank gelegd. Hè. Nu worden er nieuwe duo's gevormd waarbij de leerlingen aan elkaar uitleggen wat ze daar straks zelfstandig geleerd hebben. Evelien helpt waar nodig. Lukt het hier? Is het hier gelukt? Kunnen jullie alles? Nee, ja. Ik niet. En dan moet je goed opletten, deze stap is heel belangrijk, dat je dan met deze erachter gaat, niet erover, want dan maakt hij zo'n rare knoop. Hebben jullie de knoop al gelegd? Ja. En kan je hem? Ja. Zeker weten, hè? Ja. Dus we moeten hem straks komen doen, hè? Ja? Oké. Ik ben eens benieuwd of het gaat lukken. Ik zou graag hebben dat alle riviertjes hier eens vooraan komen staan. Dan wil ik dat jullie allemaal de platte knoopjes maken. Als je klaar bent, dan zet je een stap naar voren en dan kom ik hem wel controleren. Ik heb dan niet meer twee touwtjes gelegd. Nee. Jullie maken allemaal dezelfde fout. Ja, dat is een goeie. Niet zo. Wat fout. Oké. Maar het is niks. Ga maar zitten. Het is allemaal dezelfde fout. Toen de kinderen de knopen niet allemaal konden, dacht ik eigenlijk dat het eerder aan tijdsgebrek lag ook. En aan dan het touw, dat krulde ook niet zo goed mee. Allee, ze konden de knoop eigenlijk op één cruciaal puntje na, deden ze dus iets verkeerd. Want ze hadden wel allemaal die juiste beweging, maar dan de uitkomst klopte niet helemaal. Hoe kan ik veilig een rivier oversteken? Altijd stroomopwaarts stappen. Stroomopwaarts stappen? Ja. Gelukkig kunnen de leerlingen wel zonder problemen 5 tips geven om veilig een rivier over te steken. Daarmee is de les afgelopen. De lectoren hebben de les geobserveerd en geven Evelien 3 tips. Evelien, hoe is het geweest? Ik vond het goed meevallen. Maar er zijn wel een paar dingen die ik nu al zou veranderen. De tekst van de rivieren, die was een beetje te saai. Ik denk dat de leerlingen die tekst kregen, dat die liever de knopen hadden gehad. Dus, ik heb gewoon zo gezegd dat ik ze uitdaag om 5 tips te geven. Maar ik had dan misschien nog die uitdaging nog veel enthousiaster kunnen brengen voor hun. Dat is inderdaad iets wat je aan die context, aan jouw probleemstelling nog kan versterken eigenlijk. Die uitdaging naar die riviertjes toe. Ja. Bijvoorbeeld van wie gaat er zoveel mogelijk tips vinden in de tekst en die ook nog eens kunnen onthouden. Ja. Laat ons eens kijken naar het duowerk zelf. Dat eerste duowerk, dat expert duowerk, waar lag dan de klemtoon? Wat moesten kinderen daar eigenlijk leren? Ja, daar moest het dus vooral het taalgedeelte zijn, dus het begrijpend lezen. Nu, als je weet wat dat je doel is, wat heb je dan vooral rond begeleiding gedaan van die duo's? Vooral bij de knoopjes langs geweest. Ik heb eigenlijk inderdaad niet rond dat taalgedeelte gewerkt. Dat zag ik ook, dat je daar heel lang en met die knoopjes bezig bent geweest. Sterk inderdaad aan het controleren was. Kunnen ze hem? Is hem juist? Is hem niet fout? Maar helemaal niet verwees naar de tekst. Ja, dus daar laat je eigenlijk een paar kansen tot impulsen geven. Of hoe vind je dat in de tekst? Hoe staat het in de tekst? Leidt het af uit de tekst? En dan had je een tijd lang eigenlijk de riviertjes uit het oog verloren. Ja. Bijvoorbeeld die jongens bij de rivieren stond al een hele tijd op rood licht. Ja. En die waren ook gewoon dan maar aan het wachten. Wat mooi was dus om te zien, als je zelfs heel de les zou bekijken, die kinderen zijn eigenlijk constant de hele les bezig geweest. En ze zijn ook echt bezig met de opdracht die jij hebt gegeven. Het was echt blijkbaar toch een uitdaging voor hun om die tips door te geven. Het was ook mooi om te zien hoe kinderen dat deden. Ja. Met die observaties heb je weinig gedaan. Ja. In de laatste fase heb je wel gecontroleerd wie kan er die knopen leggen. Maar zo rond hoe hebben jullie dat gedaan, dat heb je een beetje laten liggen. Ja, dat is waar, dat had ik niet mee kunnen doen. Zo van, hadden jullie een goede meester of een goede juf? Ja. Hoe was die meester? Was die geduldig? Was die duidelijk als hij iets uitlegde? Ja. Wat vond je zelf eigenlijk de kracht van deze les? Wat vond je er zelf goed aan of leuk aan? Ik denk dat ze vooral goed hebben samengewerkt. Want je voelde wel dat ze allemaal met elkaar wel begaan waren. Ja, en dat ze elkaar ook echt wilden helpen.
Dan mag je dat ook nog wat meer in de kijker zetten. Ook naar de kinderen toe. Amai, zeg, wat heb ik nu gezien? Jullie kunnen dat eigenlijk. Jullie zijn al bijna echte meesters en juffen. Ja. Dus dat had echt nog veel meer accent mogen krijgen. Ja, dat is waar. Het was een ingewikkelde les qua organisatie, maar door jouw goede voorbereiding en alle hulpmiddelen die je ook gebruikt hebt, is dat eigenlijk heel vlot gelopen. En verder denk ik dat je ook heel goed die kracht van die context, van die probleemstelling hebt ondervonden. Ja. Dat kinderen echt uitdaagt om aan de slag te gaan. En ik hoop dat je dat ook in de komende stage die eraan komt, van zoveel mogelijk lessen vanuit diezelfde uitdaging kan starten. Oké. Okay. Bedankt in ieder geval, Evelien. Ja, tot de volgende keer. Oké.